Ze kunnen het niet alleen, de mensen van de afdeling toezicht van de gemeente Ede. En daarom worden studenten van het ROC A12 ingeschakeld om inwoners van de stad tips te geven tegen inbraak. Vooral in de wijken Maandereng en Oud-Zuid, waar de laatste 2 jaar veel werd ingebroken. Nou kijk, de deur staat hier open. Nou, het is volgens mij makkelijk om door binnen te komen. Zo mag je ook een voetje neerleggen. Een voetje als waarschuwing aan de bewoners van dit huis dat ze hun hek af moeten sluiten om inbrekers tegen te houden. De medewerkers van de afdeling toezicht van de gemeente Ede en studenten van het ROC A12 doen vanavond hun best om de wijk Maandereng inbraakbestendiger te maken. Thema, ik kan u mevrouw lezen. Oké, hey, dank voor de tijd. Tot ziens. Hè. Daar. Voor de afdeling toezicht van de gemeente Ede is de hulp van de studenten onmisbaar. Ja, de handjes en voetjes, sowieso. Dit zijn grootschalige projecten, ja, die wij onmogelijk alleen kunnen doen. De leerlingen van het ROC volgen allemaal de opleiding veiligheid. Naast dat ze Edenaren tips geven, steken ze zelf ook nog wat op van de avond. Toch wel de achterpadverlichting, dat er zeer weinig aandacht aan wordt besteed. Veel donkere steekjes, vooral in Ede. Je ziet nu dingen die jezelf, waarvan je bij jezelf denkt van, goh ja, dat kan natuurlijk ook. Zo kan een inbreker natuurlijk ook makkelijk naar binnen gaan. Nou, kijk eens. Een voetje neerleggen? Ja. Makkelijker kan een inbreker het niet krijgen, hè? Opslapmateriaal, 2 stappen en hij is over de schutting. Over een paar weken gaat een tweede groep van het ROC A12 de wijk in. Dit was het. Ik wens u nog een fijne avond.